Ik ben dus naar zo'n cursus van die Julien Blanc geweest. En? Ah, fantastisch, joh. Ik heb er heel veel van geleerd. Al die jaren deed ik het verkeerd. Oh, een meisje wil niet lief en teder. Nee, ze wil juist dat je haar vernedert. Het klinkt misschien een beetje gek wel, maar je moet ze grijpen bij hun nekvel. En duw ze naar je kruis en neem ze mee naar huis. Je moet de baas zijn in het seksspel. Hoe kon ik zo naïef zijn? Ik moet dus niet lief zijn. Nee, je man moet agressief zijn. Je moet ze dus... Je moet ze dus... Je moet ze dus... Vroeger zagen de vrouwtjes ons niet. Toen waren wij nog lief agressie. Maar de vrouw die wil een man die haar bedwingen kan. Vrouwen willen een Bill Cosby. Ik heb nu dus nieuwe manieren uitgetest bij het versieren. En het viel misschien een beetje tegen, maar ik heb er wel in bed gekregen. Verneder de vrouwtjes als een kind in een textielfabriek, als Ajax in de Champions League. Want alle vrouwtjes, werkelijk elke, wil worden geslagen als een fan van Nelke. Oh, niet het softe, maar het stoere. Wij mannen moeten meer zo zijn als boeren. We weten tegenwoordig al te goed wat een boer met chickies doet. En kijk hoe ze daar staan te zingen. Oh, drie lekkere geile dingen. Oh, ik zal eens even demonstreren hoe je een vrouw moet vernederen. Dus joep erop, oh, en je roem, schiet eens op. Maar op ze af, geef die wijven straf. Het werkt zeker, dus kom op. Eerst een goed gesprek. Nee, pak ze bij hun nek. En wil je ze mee naar huis, dan duw je ze in je kruis. Jezus, doe even normaal, man, gek. Ah. Julien Blanc zei dat het echt werkte met alle vrouwtjes. Maar zijn dit dan wel echt vrouwen, weet je wel? Zijn dit dan... Bocht! Toch al aan als vrouwen, hoe je zo'n trieste gast moet tegenhouden.